ik heb natuurlijk wel aardig wat bij elkaar gespaard, maar dat is niet van jezelf. Dus dat moet je terug proberen te geven. En vandaar dat we deze stichting opgericht hebben. Een project wat ik dan Mens, Werk en Economie noem. Het is het middel om een aantal dingen te doen die ik gaarne aan de maatschappij wil teruggeven. Wat wij gaan doen en hoe je het ook wil noemen, maar het moet maatschappelijke impact hebben, maar ook wetenschappelijk verantwoord zijn. En ik hoop dat dat niet alleen bij ons blijft, maar dat dat overal zijn ingang weet te krijgen. Wij zetten ons in voor de missie die Frits Goldschmeding ons meegegeven heeft. Een betere wereld. Een wereld waarin mensen denken en handelen in het belang van de ander en niet alleen in dat van zichzelf. Frits heeft daarbij het oog op de wereld van mens, werk en economie, dus dat is ons werkterrein. En in dat werkterrein hebben wij drie programma's geformuleerd. Eén houdt zich bezig met een inclusieve arbeidsmarkt. Het tweede houdt zich bezig met de transitie naar een circulaire economie en wat dat betekent voor de wereld van werk. En het derde programma houdt zich bezig met een menswaardige samenleving. Wat is er nodig, ook in het belang van toekomstige generaties, om nu al te veranderen? Ja, we doen dat eigenlijk met een combinatie van praktijkprojecten en wetenschappelijk onderzoek. Dus je zou ons een soort ondernemers in het publieke domein kunnen noemen. Wij vallen in de categorie, op zijn Engels, active philanthropy. En dat houdt in dat we met onze gelden niet alleen een project mogelijk maken, maar dat we daarmee ook een doel nastreven en dat we die projecten ook begeleiden met onze kennis, met ons netwerk, eventueel met ondersteuning en communicatie. Dus we proberen echt een partnership aan te gaan met de partijen die we financieren. Ja, er lopen nu zo'n 30 verschillende projecten en daarvan willen we kijken wat werkt en wat werkt niet. We gaan echt wat meer vanuit die inzichten naar de praktijk en opschalen wat groter mag worden.